Goedemorgen, sorry voor de slechte belichting. Nou, jongens. Goedemorgen. Oh my god. Gegild voor het vaderland. Oh. Oh mijn god, gelukkig heb ik nog geen schoonmaakdoekjes in mijn auto. Even serieus. Oh my god. Nou ja, goedemorgen dus. Het is maandag. En ik ga deze nagels weer eens even doen. Voor de eerste keer. Na zo'n hele lange tijd. Ze zien er echt niet meer uit. En ik heb hier al geen nagel meer, dus ik ben er echt aan toe. Zo, ik kom echt niet aan mijn woorden. Ik heb echt een hele kut ochtend gehad. Ik heb even snel een groene smoothie gehad. Nu ben ik even lekker bezig vandaag. Alles gaat slecht, maar mijn voeding gaat vandaag goed. Dat beloof ik jullie. Kijk, zo zien mijn nagels er nu uit. Echt verschrikkelijk. Zo, ik ben eindelijk aangekomen bij mijn werk. Oh, ik ben vandaag echt zo gehaast overal naartoe aan het rijden, aan het doen. Ik heb net dus mijn nagels gedaan. En ik heb een beetje een herfstkleurtje. Och, zo dom. Dat ding in mijn hand. En ik heb zo'n herfstkleurtje uitgekozen. En ik vind het echt heel erg cute. Had ik zin in, normaal gesproken doe ik altijd een beetje een nude kleurtje. Maar ik heb vandaag wel even zin in zo'n donkere kleur. I like it. Ik vind het echt leuk. Ik ben dus bij mijn werk aangekomen. Ik moet waarschijnlijk tot en met 6 uur vandaag werken. Donderdag werk ik weer. En dan is het mijn laatste werkdag. Ik heb toch besloten om even een andere richting op te gaan qua werk, zeg maar. En ja, dat is ook best wel spannend eigenlijk. Maar ik moet vandaag eens werken tot 6. Ik heb nadat ik mijn nagels heb gedaan, ben ik nog naar de Zara gegaan. Heb ik allemaal broeken lopen passen. En toen heb ik het echt zo warm gekregen. Ik had eindelijk een broek gevonden die mij een beetje goed zat. Want ik heb echt geen broeken meer. Ze passen me allemaal niet meer. En toen ging ik in de rij staan. Toen dacht ik, oh, ik heb helemaal geen zin om in de rij te staan. Dus toen heb ik de broek maar weer gedaan. Ik denk dat ik hem gewoon online ga bestellen. Dus heb ik voor niks eigenlijk broeken lopen passen. Ja, ik ga uitstappen. Maar is er ook niet uit van boven. Ik ga uitstappen en aan het werk, jongens. Park mobile aan. Yes, let's go. Ik ben inmiddels aangekomen bij de kliniek. En het is Maya. Maya, heb je geen honger? Ik ben aan het lijden. Ze stikt hier gewoon. Ik heb echt honger gekregen, maar ik zeg je. Ik ben zoals je zei, ik ben 4 kilo aangekomen. Ben je nu op dieet? Ja. Ik heb vandaag eigenlijk officieel begonnen. Ik wil eigenlijk ook een salaris opstellen. Zeg je eerlijk. Ik heb vanochtend al een smoothie gehad. Heel goed, ik heb nog niks. Echt? Dat is wel heel slecht. Dat is heel slecht. Ik ga denk ik een salaris bestellen. Ik ben nu even aan het wachten op Anna, zijn huidtherapeut hier. En dan ga ik even een behandeling mee filmen. Dus hij gaat straks moedervlekken of zo verwijderen. Moedervlekken? Ja. Wat zijn die? Ga ik het even filmen voor de Instagram van Dermacliniek. Dus ik ben nu aan het wachten. En ik ben Samaya aan het irriteren. Doe je niet terug, Marjan. Ik heb net gefilmd met Anna. En ik ga even koffie zetten. Ik ben net klaar en ik loop nu even naar mijn auto. Want ik ga weer richting mijn mannetje. Ik hoop dat hij nog met mij naar dieetje. Ik hoop nog dat hij met mij naar de IKEA wil. En dat hij zich niet heeft bedacht. Want zo is Nessie altijd. Hij wil nog met mij naar de IKEA. Let's go. Ik heb even in de file gestaan, maar ik ben eindelijk thuis. Nessie is nu aan het douchen en daarna gaan we lekker naar de IKEA. Hij heeft eigenlijk helemaal geen zin om naar de IKEA met mij te gaan. Maar ik wil heel graag weer kaarsjes en zo. Want het is nog gewoon wat kouder geworden. En ik wil gewoon, ja, ik wil weer kaarsjes inkopen. Allemaal leuke dingetjes voor in huis als het wat kouder is. Want ik weet, volgende week wordt het dus al 10 graden. Dus dan ben ik lekker al voorbereid. Lekker warm thuis. Oh, handig. Lippenbalsem voor mijn lippen. Dit. Ik ben echt blij met de kleurnagels die ik heb gekozen vandaag. Ik heb echt weer zo droge lippen deze periode. Niet normaal. En ik weet eigenlijk niet dat het spul ook allemaal helpt.
allemaal onzin volgens mij. Ik zit al de hele dag, gewoon deze hele week, zit ik dagelijks gewoon 10 keer zo naar billen op te smeren. Ik weet niet of het heeft geholpen. Als ik eerlijk moet zijn. Volgens mij worden ze alleen maar droger ervan. Ik ga straks met Nassim zalm eten. Lekker gezond bezig vandaag. Ik ben inmiddels met Nassim en wij gaan samen naar de IKEA. Het is echt zo donker, jongens. We hebben gewoon een lichtje nodig hebben, zodat jullie mij een beetje kunnen zien. Oh, oh, je hebt die andere aangedaan. Kijk, kijk hoe donker het al is. En het is nu 7 uur. We hebben 6 uur nog 6 keer gegeten. Wat ga je eten bij de IKEA, Nassim? Maar daaraf. Ik wil geen zalm. Misschien. Ik wil wel aardappelpuree. Nee, focus niet terug. Beetje bitter. Ja. Nee, ik had me voorgenomen gezond te eten bij de IKEA, maar ik heb echt zoveel trek. Ik wil gewoon niet goudballen. Heb je zin in de winterles? Nee. Nee? Nee. Het is wel koud al, hè? Het is donker, het is koud. Ik ben één keer in mijn winterdip zit. Ja, nu al? Ja. Oh, het is nog maar net herfst. Zo. Ik ben schitterend. Holla, dat komt van buiten. Zo. Ik ben geen schip gelaten. Als ik een schip gelaten had, had ik wel gewoon gezegd. Dan was ik wel trots hoor. Dit trekt wel een beetje naar jouw schip. Wat is jouw probleem, man? Dit trekt wel een beetje naar jouw schip. Holla, ik heb het niet gedaan. Maar ruik je het? Het is gewoon van buiten, van buiten. Maar ruik je het? Nee. Ruik je de geur niet? Nee. Oh, oké. Okay. Ik heb weer scheet gelaten. Nee. Ja, precies. Dat kan echt niet. Ja. Aangekomen bij de IKEA. En ik ga vandaag gewoon echt heel veel zien in de IKEA. Nessie ook. I'm sure. Nori. Sure, ik wil sure. Ook. Dus met een nieuwe collectie van... Ja, is echt top. Is van een nieuwe collectie van Ronnie Flex. Met Ronel. Het is echt mooi. Ja, jongens, ik ben aangekomen bij mijn lievelingsgedeelte van IKEA. Ik weet niet waarom, maar altijd als ik hier restaurant. Kom, dan voel ik me zo'n... Wat nou? Wat? Voedselbank. Oha. Het is hier wel echt super druk, man. Ik wil aanschuiven. Wij zijn net thuis. Hi, Dinari. Hi. Hi, Cookie. Hallo. Hi, Lira. Hi. Lekker, hè? Lekker, hè? Dit is wat we hebben gehaald. Een badmatje. Heel veel kaarsen. Deze gekleurde. Deze 4 heeft Nessim uitgekozen. Want hij wordt altijd heel erg verdrietig als hij niks mag uitkiezen bij de IKEA. En ik heb deze uitgekozen. Daarvoor ging ik gewoon naar de IKEA. Dit zijn van die grote kaarsen. Die gaan echt 1 à 2 weken mee. Als je ze de hele dag aandoet, zeg maar. Dus hiervoor ging ik naar de IKEA. Besef ik heb alleen maar dit gehaald. En wat heeft hij gehaald? Het is een opladernes. Ja. Oh, wat handig. Met 3 van die... Doe je nou alsof je het niet hebt gezien? Ja, ik had een vraag gezien, maar ik dacht voor je computer of zo. Ik heb zie het nu pas. Heb je vaag gezien? Oh, je bek. Weirdo. Ik had hem vaag gezien. Maar er kunnen dus 3 van die USB-kabeltjes in. Wij zijn dus net weer thuis. Ik ben hier echt heel wit. En ik dacht, ik ga gewoon even lekker maskertjes weer uitproberen. Want ten eerste zit mijn huid er niet meer uit. Daar ben ik echt heel erg mee bezig nu. Ik heb laatst een peeling gehad. En ik ben het echt weer aan het oppakken. Want ik heb gewoon een vettige huid gekregen. En mijn huid maakt opeens gewoon veel talg aan. En dat ziet er niet echt uit bij make-up. En zonder trouwens ook niet. Maar met make-up is dat toch veel erger. Dus ik dacht, ik ga gewoon weer beginnen met mijn huid goed te verzorgen. En daaronder vallen ook... gezichtsmaskers. En ik wil ook nog een haarmasker in doen. Want ik was laatst bij Ros. Toen zei ik, Ros, ik heb echt heel erg droog haar. Toen zei ze, ja, maar jongen, met jouw type haar moet je echt vaker haarmaskers doen. Of je nou het goed verzorgt of niet. Je moet gewoon af en toe een haarmasker erin doen. Dus dat ga ik vanaf nu ook doen om te kijken of het, zeg maar, ja, beter gaat. Want mijn haar is gewoon heel vaak echt heel erg kroes. Dus dat ga ik nu doen. Het is nu echt even een verwend momentje voor mezelf. En ik ga beginnen met de maskers die ik thuis heb. En dat is deze, de Pore Mask van May Beauty. Zoals het zegt, pakt hij dus blijkbaar de grove poriën aan en maakt hij de poriën ook wel smaller. Heb ik echt heel erg nodig. Ik heb even gekeken aan de beschrijving en er staat... De Incredible Pore Mask is een heerlijke moddermasker die de poriën diep reinigt van overtallig talg
en ze zichtbaar kleiner maakt. Nou, dat is dus precies wat ik nu nodig heb. Dit is dus precies het masker dat ik nu nodig heb. Breng het masker aan op je gezicht en laat deze 15 tot 30 minuten drogen. Was het van je huid en zie hoe je huid schoner en stralender is. Let's go, dit is een moddermasker. Ik dacht altijd dat de pore mask die zwarte was. Maar het is dus de grijze moddermasker. En die vind ik eigenlijk veel prettiger dan de zwarte, als ik heel eerlijk moet zijn. Want die zwarte doe ik alleen maar op mijn neus. Maar deze ziet er dus zo uit. Focus. Even kijken. Ziet er dus zo uit. Oh, het ruikt best wel lekker. Het ruikt echt een beetje naar klei eigenlijk ook. Niet verkeerd. Hij ruikt echt niet vies, jongens. Oké, en dit doe je dus over je hele gezicht. Ik heb eigenlijk ook een kwast van hun gekregen om je maskertje aan te brengen. Maar ik vind het gewoon fijn om het gewoon met mijn handen te doen. Ik heb daar geen moeite mee. Ik vind het best wel prettig. Zo, en dan breng ik het over mijn hele gezicht aan. Het voelt lekker fris aan. Hij zit erop. Even kijken wat ik nog meer moet doen. Oké, ik moet het masker nu 15 tot 30 minuten drogen. Dus ik ga nu snel gewoon mijn haarmasker erin doen. Dat lijkt me wel echt een goede timing. Trouwens, normaal gesproken zijn jullie van mij gewend dat als ik een masker opdoe van Maybe, dat ik ook gelijk een kortingscore met jullie deel. Met deze video is het iets anders. Want bij aankoop van de pore mask krijg je dus een gratis haarmasker van Maybe. En geloof me, dat is de beste haarmasker ever gewoon. Ik heb echt alle soorten haarmaskers gebruikt. Zelfs van kappers. Alles gewoon. Maar dit is gewoon de beste haarmasker ever. En ik ga hem gelijk in doen voor jullie. Dit is dus het haarmasker waar ik het over heb. Dit is echt mijn lievelingshaarmasker. Echt zonder grap. Dit is de beste haarmasker ever. En ik vind het veel beter dan alle haarmaskers die ik ooit heb gebruikt. Ook van kappers. Alles. Dit is de beste. Het is een haarmasker met arganolie. Maakt mijn huid. Maakt mijn haar echt zo zacht. Het gaat ervan glanzen. Echt. Ik vind dit echt zo'n goede haarmasker voor krullen ook. Ondertussen voel ik ook dat mijn gezichtsmasker een beetje hard aan het worden is. Kijk. Het droogt echt heel erg snel op. Ik ga snel mijn haarmasker opdoen. Maar dit haarmasker is het eigenlijk zo dat je haar vochtig moet zijn. Dat heb ik natuurlijk nooit echt. Tenzij ik heb gedoucht. Dus wat ik doe. Gewoon met zo'n spijter. Een beetje water erin. Dus maak mijn haar een beetje vochtig zo. Ik zie er echt heel mooi uit nu. Zo. Een beetje vochtig maken. En dit is dus een soort van mutsje. En daar zit het haarmasker dus in. En dit moet je eigenlijk zo. Kijk, is het er zo uit. Zo, ik heb hem al vaker laten zien. Het is eigenlijk een soort van mesje. Die moet je ook doen. En eigenlijk moet je je haar eerst een beetje zo vast doen. Dan het mesje zo erop. Op je hoofd. En dan lijkt je een beetje op een kokkinnetje. Zo. Dan heb je hier dus een sticker. Die moet je zo eraf halen. Ik hoop dat ik het nou wel een keer goed doe. Want elke keer doe ik het verkeerd. Kijk. En met de sticker kan je hem dus zo vastzetten. Huppakee. En dat is nu de bedoeling. Oh, hij gaat weer los, zie je? Dat heb ik altijd. Maar ik weet ook niet. Dus de bedoeling. Dat je het haarmasker nu dus. In je haar masseert. Zo. Ik heb inmiddels het haarmasker door mijn hele haar heen gemasseerd. En ik ga nu even een kwartiertje op de bank zitten. En dan even afwachten tot ik alles eraf kan wassen. Dan ga ik gewoon lekker douchen. En dan haal ik het gezichtsmasker van mijn gezicht af. En mijn haarmasker was ik eruit. En dan laat ik jullie zien hoe het er allemaal uitziet daarna. Ik kan nou echt mijn gezicht niet bewegen.
Mooi, ik kus nu al zo hard. Ik heb het eruit zien. Oké, ik heb net een kwartiertje op de bank gezeten. En toen voelde ik echt dat dit masker echt zo hard duurt. Hij is echt gewoon 100% droog. Dat weet ik zeker. Dus ik ga hem echt eraf wassen. Hij is zo hard. Niet normaal. Ik ga hem even eraf wassen. Die lijn mag wel naar binnen. Niet zo zeiken. Ik ga hem nu echt afwassen. Oh. En dan zie ik jullie zo. Je doet het anders. Je doet wat met me als je naar me toe komt. Je doet het anders. Zo, ik heb wel echt mijn best gedaan om het masker af te krijgen. Maar mijn huid voelt nu echt zo zacht aan. En ik had hiervoor echt last van een vettige huid. En vooral veel talg hier, hier en hier. Ik heb het nu echt totaal niet gewoon. Ik wil juist mijn huid echt lekker nu zo invetten met serum. Wat zo zacht is. Heerlijk. Maar dat ga ik nog niet doen, want ik ga nog douchen. Want ik wil mijn haarmasker afkrijgen. Maar het voelt echt super goed aan. Dat ga ik echt vaker doen. Beloofd. Zo, ik kom net uit de douche. En ik heb mijn haar een beetje gefund. En het zijn mijn krullen nu. Het is nog een beetje half droog. Maar mijn krullen glanzen echt zo mooi. En je ziet het al. Ik hoef het niet eens uit te leggen. Maar ze zijn echt zo zacht. Het voelt nu echt zo lekker aan. Ik ben er echt blij mee. Echt een topmasker. Ik ga nu even een nachtcreme opdoen. Ik heb nog niks op mijn huid gedaan. Maar dat heb ik wel echt nodig. Want ik voel wel, kijk, masker helpt super goed bij talg en een vette huid. En bij grove poriën, dat voel je ook gewoon gelijk. Maar het droogt je huid een beetje uit. Dus ik raad aan om daarna gewoon lekker vettige crème erop te smeren. Tenminste, mijn huid heeft dat heel erg nodig. Maar het voelt zo lekker zacht aan. Ik ben gewoon klaar voor bed. Haarmaskertje ingehaald, gezichtsmasker ingehaald. Nachtcreme opgedaan en I am ready. Zoals ik al zei, krijg je dit keer helaas geen kortingscode van mij. Maar ik heb nog een leuke actie. Zoals ik al zei, als je de poremasker nu bestelt, krijg je dus ook een gratis haarmasker erbij. Echt super leuk. Dus ga het nu bestellen. Als je het leuk lijkt om ook het haarmasker gelijk uit te proberen. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. Vergeet niet te abonneren. Ik vraag er nooit om. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie bij de volgende keer. Doeg!